Doe eens net of je kookt. Huh? Pannenkoekbakken zo. Hoppa. Deze wasbak krijgen we toch? Een onderbouwbak. Ja. En ook in een kleur dat je die in dezelfde kleur als de kraan. Zo goud. Gouden wasbak. Dat is toch cool. Ja man. En dan dit is wel heel mooi dat het allemaal zwart is. Was je me kwijt? Dat willen we toch? Ja. Geen RVS erin? Nee, liever niet. Ja, dus het is een hele donkere lijn en hier heb je ook het gedeelte voor het stoom. Ja. Dus dat is ook helemaal duidelijk. En dit is dan precies, wordt dit ook zo'n soort inductieplaat? Ik denk het wel, durf het niet te zeggen. Toch? Maar het is ook van eigen. Ja, en deze is volledig helemaal zwart en die heeft puur echt alleen als je hem aandoet. Ja, heeft die, precies waar je je pan op moet neer. Dat is handig. En een afzuigkap inderdaad. In het plafond. Ja, ja. En hier is dan wel gekozen om een smalle koof te maken waardoor je hem echt alleen aan de onderkant ziet. Ja. Maar het is echt gewoon een koof over een monitor. 35 van een aantal centimeter, toch? Ja. Ja. Maar het is wel fijn dat hij helemaal weggewerkt is en dat hij er niet zo boven gaat. Ja, nou ja, dan komt er een afstandsbedienetje bij en dan kun je hem gewoon aan laten zitten. Cool. Als functie zit erop, zie je hier op het plaatje, een hop-to-hoed functie. En dat houdt in dat op het moment dat jij de kookplaat gaat gebruiken, dat de afzuigkap hem herkent en dat hij gewoon automatisch aangaat. Oh, en dan dus reageert op de kookplaat. Cool. Snufjes. Maar als we naar boven gaan kijken, zie je dat dit is open. Ja. Dus je ziet nu hier de kasten, hier zit nog een kastje, zie ik. En dan is dit, het is bar en dat is open. Ja, ja. Ja, dit wordt een soort koof en daarboven weten we nog niet of we die ruimte echt hebben. Dat ligt natuurlijk aan het project wat nu gedaan wordt, zeg maar. Gaaf. Dat komt allemaal op een verhoging te staan, dus het is een beetje de vraag hoe hoog het geschikt wordt. Ja. Maar ik denk wel een marktje. Ja. En dan hier die kasten. Ja. En dan, gaaf. Hier is zeg maar de tuin aan deze kant, dus je staat zeg maar kokend naar de eettafel en naar die bar. Ja, en dit moet dan in een koof weggewerkt worden. Ja, wordt wel mooi, denk ik. Toch, Mari? Wauw. Wow. Dus we hebben deze hierin geplaatst, zodat je een beetje om je heen kan kijken hoe het eruit ziet. Heel benieuwd. Ja. Ik heb een VR-bril opzetten, Niels. Waarschijnlijk staat hij heel dicht. Ja. Kijk maar. Zo wil toch iedereen eruit zien? Dit is toch top? Oh ja. Heel cool. En dan kunnen ze om je heen. Ja, precies. Wow. Dat is wel vet. Ziet er heel intelligent uit, hè, Mark? Ja. Wat grappig. Doe eens net of je kookt. Huh? Pannenkoekbakken zo. Hoppa. Gewoon weer, hè? Ja, vet. Wil jij ook even zien? Ja, is goed. Ja. Nice. Is raar, hè? Ik ben gelijk helemaal. Ik ben in de war. Ik wil gewoon ophouden. Ik weet niet. Ik zou niet zo naar buiten gaan. Mag je niet? Nou, ik weet niet. Wat zo? Oké, nou, volgens mij hebben we het zo. Nou, helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik heb er wel zin in. Hey, leuk dat je keek naar deze derde vlog. De
keuken is besteld en getekend en dat is een hele last van mijn schouders. Want dat wordt ontzettend mooi. Dus dat is in ieder geval helemaal covered. Wil je wel weten hoe dit afloopt en zien hoe de keuken geplaatst gaat worden en straks staat in ons nieuwe huis? Blijf dan vooral mijn vlogs volgen. Abonneer je op mijn YouTube kanaal en hou ook mijn Instagram en mijn blog in de gaten. En zet even dat belletje aan hieronder ergens. Dan krijg je notificatie als er een nieuwe vlog online staat. En dan mis je niks.